Goedenavond. De mannen die gisteren tijdens een vluchtpoging zwaar gewond raakten in Breda worden verdacht van moord en wapenbezit. Bij de politieactie werd een dode gevonden. Hij is omgekomen door een misdrijf, zegt de politie. En die zegt ook dat er een verband is met de beschoten huizen in de stad. Ja, dit is Breda afgelopen weekend, de wijken Tuinzicht en Prinsenhagen. In de beschoten gevels zijn de kogelgaten goed te zien. De ruiten zijn kapot. Grote zoekactie naar de daders leverde niets op. Gisterochtend deed de politie een inval bij deze flat aan de Roeselarenstraat. Twee verdachten raakten zwaar gewond. Ze vluchtten via het balkon, maar vielen van driehoog naar beneden. In de flatwoning lag die dode man. De persoon die daar gevonden is, is een 25-jarige man die in Nederland niet ingeschreven staat. En we weten ook dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Maar wat er precies is gebeurd en wat de achtergrond ervan is, dat weet u nog niet? Nee, daar zijn we nog steeds aan het onderzoeken. Het is ondertussen onderzoekers uitgebreid. Hè. De twee onderzoeken zijn bij elkaar getrokken. Dus de schietincidenten van vrijdag op zaterdag in de woningen in Breda, die zijn getrokken bij dit onderzoek. En we gaan ervan uit dat dat met elkaar te maken heeft. Heeft met elkaar te maken. Verslaggever Jan Walen, jij bent verder in deze zaak gedoken. Vertel eens, wat weten we allemaal inmiddels? We weten nog niet zo heel veel, omdat de politie vanwege het onderzoek nog niet het achterste van de tong laat zien. Maar bij De Stem meldt dat het verband iets te maken heeft met het feit dat in die beschoten huizen, in een van die beschoten huizen, zou familie van de dode man wonen. En in het andere beschoten huis zou juist familie wonen van een van de verdachten die van het balkon is gesprongen. En verder zou het ook zo zijn dat de overleden man, dat het een bekende is van de politie die in het criminele circuit verkeerde. Ja, de burgemeester is helemaal niet blij, hè, met al deze gang van zaken. Nee, die noemde het, we hoorden het net, een schokkende, een hele vervelende week, die eerste week. En hij besloot ook niet voor niks om eerder het weekend al die twee beschoten huizen te sluiten. Dan mocht die zijn afgesloten, die mensen mogen daar niet meer in die daar woonden. En dat is om de omgeving te beschermen. Maar hij wil het naadje van de kous weten van deze kwestie. Hij wil weten of het hier echt om een incident gaat die afgelopen week, of dat er meer aan de hand is. Nou, ik heb tegen de politie en met het Openbaar Ministerie hebben we gesproken over wat er in Breda nu aan de hand is. Is dit een incident? Zijn het incidenten of is er meer aan de hand? Gevraagd om daar, laat ik zeggen, de komende week naar alle incidenten van de afgelopen 3 jaar terug te kijken. Kijken welk patroon daaruit af te leiden is. Is er sprake van een vererging of is er sprake van een incident of van een toeval? Denkt u? Ja, laten we op een gegeven moment eerst de cijfers laten spreken. En laten we dan op een gegeven moment ook kijken welke type maatregelen we dan eventueel zouden kunnen nemen. Ja, burgemeester De Pla dus. Maar hij heeft ook opgeroepen dat mensen een beetje goed om zich heen kijken. Hè? Maar hoe ziet hij dat nou voor zich? Nou, hij heeft ook het onderzoek van Omroep Brabant gelezen van een paar weken geleden, waarin staat dat 1 op de 5 Brabanders wegkijkt als er criminele activiteiten in de buurt zijn. Zo onder het motto van, dat is je zaak niet. En nou zegt hij, dat kun je wel denken, maar voor je het weet zit je dan in een kogelregen zoals daar bij die huizen in Breda. En dan is het ineens wel heel erg je zaak. Wat hem heel erg opvalt is dat er in gewone woonwijken steeds vaker huizen zijn die als een fort zijn beveiligd met camera's en rolluiken. Dan zegt hij, ja, dat kan 2 dingen betekenen. Dat mensen of ergens heel bang voor zijn of dat mensen iets te verbergen hebben. Ja, en hij wil weten waar die huizen staan. Mensen moeten dat melden als ze dat verdacht vinden. Ook woningcorporaties moeten dat, vindt hij, bij hem melden. Ja, en hij sluit niet uit dat dat soort huizen met een bezoekje wordt vereerd. Nou, we zullen daar eens over nadenken of dat een gerichte maatregel zou kunnen zijn. Maar als ik in de buurt kom en met mensen praat, dan hebben ze allemaal het idee, wat raar, wat is er in dat huis aan de hand? Ja. En dat speelt hier, dat speelt in Tilburg, dat speelt in Eindhoven, dat speelt op heel veel plekken. En we weten het eigenlijk allemaal met elkaar. En toch kijken we allemaal een klein beetje van weg. Ook wij als overheid. Nou, en dat wegkijken, dat hardnekkige fenomeen in onze provincie, ja, dat moet echt anders, vindt burgemeester De Pla. Jan Walen, dankjewel.